Ja, de tweede week is begonnen in Egypte. Maar de VN-landen die hebben nog behoorlijk wat knopen door te hakken. VVD-Kamerlid Silvio Erkens die is erbij vanaf dit weekend. Als ik het goed heb. Goedemorgen, meneer Erkens. Goedemorgen. Ja, u bent er dus bij sinds zondagavond met een Kamerdelegatie. Wat is u tot nu toe opgevallen daar? Ja, je ziet dat er een grote verdeeldheid is op deze top. Dus je hebt eigenlijk de landen vallen in twee blokken. Je hebt de meer rijkere landen en westerse landen die kijken echt naar hoe kun je nou de uitstoot van broeikasgassen zo snel mogelijk verminderen, zodat de aarde minder snel opwarmt. In een hele andere grote groep landen, vaak ook armere landen, die zitten echt op de vraag van ja, wij ondervinden nu al schade door klimaatverandering. En wij willen eigenlijk dat het Westen daarvoor gaat compenseren. En je ziet die twee blokken landen eigenlijk niet dichter bij elkaar lijken te komen de laatste dagen. Nee, want dat is inderdaad wat wij hier ook begrijpen, dat er nog heel wat knopen doorgehakt moeten worden. Welke knopen gaat vandaag aan de beurt komen? Nou, vandaag ook nog niks. Dus het Egyptische voorzitterschap heeft ervoor gekozen om nog heel veel op technische onderwerpen te blijven en de echte onderhandelingen naar het laatste moment te duren. De vraag is, is dat een onderhandelingsstrategie zodat de druk heel hoog wordt en er misschien wel een deal komt? Of is het gewoon vrij slecht voorbereid? Er zijn een aantal dingen in deze top die gewoon niet zo goed lopen. De opening was vertraagd, logistiek gaat er van alles mis. Dus de vraag is, heeft deze delegatie vanuit Egypte het wel goed voorbereid? Of zit er een plan achter? En dat weten we op dit moment. Nee, maar jullie weten wel dat het in ieder geval spannend gaat worden. Vandaag staat in het teken van energie, heb ik mij laten vertellen. Kernenergie, nou in Nederland zijn we natuurlijk ook bezig met die twee nieuwe kerncentrales die erbij moeten komen. Ja. Hoe belangrijk is deze top eigenlijk als je daarnaar kijkt? Ja, wat je eigenlijk ziet is dat kernenergie niet op de agenda van de hoofdonderhandeling een groot onderwerp is. Dat is gewoon een van de technieken die besproken wordt. Maar je ziet wel dat op deze top er ook voor het eerst paviljoens zijn rondom kernenergie. Dat klinkt niet heel groot, maar het geeft met name aan dat het taboe er wel af is. En dat taboe lag meestal bij westerse landen. Maar ook daar zie je het sentiment echt kantelen. Dus je ziet gewoon dat kernenergie veel meer mainstream geworden is. Dan de andere landen in de wereld, waar er eigenlijk niet zoveel discussie over is, zoals wij dat in Nederland hebben. Oké, succes daar en bedankt voor de toelichting, meneer Erken. Ja, toch, als we dit allemaal zo horen, klinkt het niet alsof het een enorm succesvolle top is, Robert. Nee, het wordt weer een eindsprint. Absoluut. Zo gaat het vaak bij deze soort toppen. Maar in de marge worden er ook bilaterale akkoorden tussen landen gesloten of trilaterale akkoorden. Gisteren een belangrijk akkoord tussen Congo, Indonesië en Brazilië. Dus dan levert het wel alsnog wat voor het behoud van regenwouden. En dat zijn grote spelers op dit onderwerp. Dus dat gebeurt ook. Je moet niet alleen maar naar die discussie over dat slotcommuniqué kijken. Dat zal echt op de laatste uren aankomen. Mm-hmm.